Deze video is mede mogelijk gemaakt door Pondhopper Nation. Hey, hallo allemaal. Welkom bij een nieuwe video. Video in het prachtige Geestmeerambacht. En zoals je kunt zien, ik ben aan het doodazen. Voor het eerst op mijn YouTube-kanaal ben ik aan het doodazen. Ik gebruik daarvoor gewoon een vorentje. Die heb ik zojuist gevangen met een vaste stok. En ik heb een heel mooi duikertje / tunneltje gevonden. Die is daar. Ja, fantastische plek. Ik heb wat wind. Ik heb weer niet echt heel erg mee. Maar natuurlijk gewoon waard om even te gaan proberen hier. Ik ga de video wel in meerdere dagen en in meerdere sessies opnemen. Mijn eerste sessie begint hier in het Geestmeerambacht. Ik heb hier twee plekken die ik ga bevissen, waaronder deze. Ja, ik ben heel erg benieuwd of ik wat ga vangen vandaag. Dat is een kwestie van afwachten. Het Geestmeerambacht, wat is het hier mooi. Dit recreatiegebied biedt elke sportvisser een ruime hoeveelheid soorten vis. Je kunt natuurlijk voor de gangbare soorten gaan, zoals karper en snoek. Maar snoekbaars en zelfs forel kan hier ook gevangen worden. Dit kommetje lijkt veelbelovend. De omstandigheden ogen perfect voor snoek. Ja, zoals je kunt zien, ik vis met mijn haaienvin. Voor mensen die mij ook op Facebook hebben, die hebben me al voorbij zien komen. Ja, ik ga daar inderdaad een videootje over maken. Het is natuurlijk hilarisch om die haaienvin door het water heen te zien scheren zodra je er een snoek aan hebt. Vooralsnog moet ik wel zeggen dat er nog weinig activiteit is. Maar goed, ik zit nu net, ik denk 3 kwartier. Hey, we zullen het zien. Mijn dobber vertoont vreemde trekjes. De wind is hier nauwelijks aanwezig, dus lijkt het erop of er van het vorentje wordt gesnoept. Of is dit een vergissing? Zoals je kunt zien, ik ben vanuit het hoekje op de tunnel gaan staan. Ik had in het hoekje een beetje een rare stroming. En dat beviel me niet zo, want... Ja, er was geen touw aan vast te knopen aan die dobber. Het lijkt wel alsof ik er een snoek aan had, maar dat is helemaal niet zo. Ik ben nu op de tunnel en hier gaat het prima. Helemaal perfect. Ik lig ook even wat dieper met het visje. In de hoop dat ze willen bijten natuurlijk. Ik heb mezelf voorgenomen om hier 2,5 uur te staan. Ongeveer. Alvorens ik naar een andere plek toe ga. Het Geestmeerambacht is namelijk enorm groot. En ik heb 1 stekje in mijn hoofd. Ja, dat is toch echt wel een kilometer of 6 hier vandaan. Maar dat is echt een heel mooi stukje en heel rustig. Want hier heb ik auto's. Dat bedoel ik. En ik heb hier een hoop fietsers. Ja, de plek is niet echt heel rustig, maar er moet hier gewoon vis zitten. Dat zou echt raar zijn. Maar goed, we wachten het af. Op het tunneltje is het vruchteloos. Op deze stek heb ik nog een uiterst interessant plekje gevonden. Zoals je kunt zien, ik ben wederom verhuisd. Op een kruising van een slootje naar de grote plas. Dat werkt als een soort van snelweg. Heel veel aasvis komt hier doorheen. Dus je zou zeggen dat hij wel snoek aast. Maar ja goed, ik zit hier nu al ik denk zo'n 25 minuten en ook helemaal niks. Dus ik ben er een beetje klaar mee. Ik ga verhuizen naar een andere plek. Hoewel me dit natuurlijk wel even de gelegenheid geeft om te zeggen dat doodaasvissen nou precies inhoudt. Kijk, het is begin van de herfst. Het water wordt kouder en ook de snoek wordt langzamer. Gestaag, maar ze worden langzamer. En de snoek wordt passief. Heeft wat minder zin om te jagen. Dan is doodaasvissen echt ontzettend leuk. Maar ja, dan moeten ze wel bijten natuurlijk. Ik denk dat het niks wordt hier, dus ik ga lekker verhuizen. Ik verhuis naar een mooie rustige plek waar ook veel snoek wordt gevangen. In theorie zou dit prachtige plekje gezien de omstandigheden perfect moeten zijn. Helaas mag het hier ook niet meer baten. Op naar de tweede sessie. Die liep toch wel even anders. Zo, aangekomen sessie 2. Oud door de Polder. Precies op dit hoekje.
Ik heb eens even een beetje gekeken. De watertemperatuur is dus gewoon net even wat warmer hier. Dus als het goed is, zou hier snoek moeten zwemmen. Ik heb natuurlijk een kleine voorrentje eraan gezet. Ik moet even de dobber in de gaten houden, want die heeft al rare bewegingen. Dat is goed nieuws, mag ik hopen. Maar ik heb er een voorrentje aan zitten. Die heb ik zojuist vers gevangen met de vaste stok, zoals normaal. En ja, we hopen maar voor het beste, hè. Ik heb er een aan zitten, mensen. Ja, daar gaat hij. Jullie maken dit live mee. Maar daar zit snoek aan. En hij is er lekker van aan het eten. Ik heb mijn lijn openstaan. En ik denk dat het nu wel kan. Ja, ik heb hem. Hebbes. Ik heb hem. Het is geen grote. Maar ik heb hem. Jongen. Ik ben er net met 10 minuten bezig en ik heb er nou al een. En dit is... ja, leuk natuurlijk. Want hij gaat gewoon. Hoewel, ja, het is die meterbak weer. Dit even voordat ik deze echt moe heb. Hij is wel sterk. Goedemorgen. Ah nee, hij is los. Of niet? Nee, hij is niet los. Ik denk wel dat hij redelijk moe is nu. Ja, en daar gaat hij weer. Oh, ik ben blij dat ik mijn slip open heb staan. Dit is een hele sterke. Jongen, hij heeft er zin in. Ja, videootje kan even duren op deze manier. Oh, kijk eens, mooi voor in het bekkie. Nou, klein is hij zeker niet. Ah! Nee! En ik zie mijn takel daar op de bodem verdwijnen. Fuck. Ik heb gelukkig een reserve takel mee. Ik zie hem hier liggen. Maar ja, deze gaat natuurlijk niet naar buiten. Misschien kan ik met mijn hengel zo meteen die takel er alsnog uithalen. Ja, ik kan het wel laten zien. Maar... kut. Ja, het is niet anders. Zo, nou, het heeft even geduurd, maar ik heb weer een nieuw visje te pakken. Ik heb mijn takel teruggekregen, alleen mijn dobber niet. Ja, dat is jammer. Jammer de bammer. Dus ik moet eigenlijk als het ware blind vissen. Maar ja, dat is gewoon een kwestie van je hengel goed in de gaten houden. En natuurlijk de slip open. Ja, die slip stond open. Dat ging hartstikke goed. Ik had hem aan de kant. Ik had hem bij zijn kieuwen zowat. En op een gegeven moment was het... weg was hij. En ik zie mijn takel zo naar de bodem gaan. Nu heb ik met mijn hengel mooi naar boven kunnen vissen. Maar ja, mijn dobber die drijft er ergens. Nou, het is niet anders. Dan maar even blind vissen. Ja, ik ga wel een ander plekje zoeken. Ik verwacht niet dat hij nog een keer gaat bijten. Ik ga een klein stukje die kant op. Er is een heel mooi kommetje daar verderop. Ja, je weet, zit er daar ook nog wel eentje te azen. Het zal leuk zijn natuurlijk. Maar ja, we zien het wel. Nou, het wordt alweer een groot avontuur. Ik ben namelijk op een ander plekje beland. Ja, nog steeds geen spoor van mijn dobben. Het is niet anders. Als ik hem vind en ik weet hem uit het water te vissen, nou, dan ben ik heel erg blij. Maar dan vis ik dus ook niet blind. Is toch gek. Ik vis met daar 1800ste. Hoe kan die lijn breken? Maar goed, ik lig er weer in. En we hopen maar voor het beste. De dag begon zo goed. Ik wist dat er op die stek een meterbak zwemt. Die snothaap heeft me al vaker in het ootje genomen.
De rest van de dag verliep alles behalve voorspoedig. Toch kreeg ik alsnog een klein snoekje die een poging waagde. Helaas loste de snoek. Wat een pech. Ik roep er hulp bij. Volgende sessies doe ik samen met Albert Postma. In het volgende deel van deze serie ga ik samen met Albert de snoeken achterna. Breek de hel los en word er gewoon gevangen. Voor nu bedankt voor het kijken. Mocht je de video leuk vinden, steek dat duimpje de lucht in. En vergeet niet te abonneren voor meer video's. Tot de volgende video.